En we gaan verder met toer 9. En toer 9 zegt herhaal toer 7 en dan gaan we verder in de volgende toer met groen. Toer 7 was dat we halve stokjes gingen haken. We gaan eerst zorgen dat we in gaan steken. Dus als je die markeerde net als ik gemaakt hebt, zie je dat hier het ruimte zit. Heb je nou geen markeerde gemaakt, kijk dan even aan de zijkant. Dan zie je dat je hier je twee stokjes naast elkaar hebt. Het is het achterste stokje en dan niet het eerste lusje wat in het paarse garen zit, maar het tweede lusje erbovenop en daar ga je insteken. Heb je een markeerder, is het heel handig. Til je markeerder op, je gaat onder de lusjes door. Dan kan je hem eraf halen. En met mijn nieuwe nagels valt dat niet mee, maar het lukt. We hebben dus nu ingestoken en we gaan beginnen met, was het paars? Jazeker, paars garen. Dus ik ga mijn paars er even bij halen. En we gaan aanhechten met paars. Zorg dat die er doorheen gaat. Even kijken, want zoveel wol hoeft nou ook weer niet. Knip je toch alleen maar af en gooi je weg. Dat is jammer. Ik ga wel even mijn blauw aantrekken. En dan gaan we ongeveer 5 à 6 centimeter gaan we hem afknippen. Want dan kan die weer aan de zijkant en kunnen we rustig werken. Nou, daar gaan we. We hebben hem dus aangehecht en we gaan 1 losse omhoog maken voor de volgende toer. Voor toer 9. Dan gaan we in dezelfde steek en let op dat die zit hierachter. Ga je omslag en we gaan een half stokje in deze steek maken. En zorg dat je in die goede steek zit waar je net aangehecht hebt. En dit is weer je eerste steek, dus kijk weer hoe die zit. Dat eerste, die losse die in het blauw zit, is je losse die je omhoog ging voor de volgende toer. En hier zit je eerste steek. Als je zo goed oplet waar het is, hoef je geen markeerder te gebruiken. Dus die ga ik nu ook niet gebruiken. Als je aan de bovenkant kijkt, zie je dat het zo scheef gaat. Hè? Want je hebt natuurlijk je stokje gewoon, stokje voorlangs, stokje gewoon, stokje voorlangs. Al die steken ga je oppakken. Dus we zien hier, die steek meteen al hier liggen. Die ga je een half stokje inmaken. Omslag in de volgende. Een half stokje. Als je niet precies ziet waar liggen die steken, zet hem gewoon even op zijn zijkant. Dan zie je precies die twee draadjes waar je in gaat steken om je halve stokjes te haken. Nou, we gaan weer de hele toer rond met halve stokjes. 60 in totaal. Dus daar gaan we. We hadden er 7 gehaakt, dus we gaan verder met 8. 9. En 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ik ga weer een beetje wol pakken. 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44,
45. Hoi, mooi, ondertussen. Snurken, snurken. 46. 47. 48. 49. En 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. En 60. Hebben we toer 9 weer gemaakt. En dan gaan we naar toer 10. En dan gaan we met groen garen zometeen aanhechten. Dus ik zie je graag zometeen terug. Dus zorg dat je groen klaar ligt. Tot zo!